Ja, dan is het nu tijd voor een korte introductie, een korte samenvatting over het boek en het onderzoek dat vandaag centraal staat. En dat gebeurt door twee redactieleden die straks dus ook de ronde tafelgesprekken zullen modereren. Pepijn Brandon, senior onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. En ook universitair docent aan de VU. En Nancy Jouwe, haar naam viel al, freelance onderzoeker en co-auteur van onder meer de Gids Slavernijverleden Amsterdam. Beste aanwezigen, niet alleen het handjevol sprekers en organisatoren hier in de zaal, maar vooral ook de vele mensen die het symposium nu via de livestream volgen en voor wie deze bijeenkomst in de allereerste plaats bedoeld is. Afgelopen dinsdag presenteerden wij ons boek De slavernij in Oost en West: het Amsterdam-onderzoek. In dit boek geven 41 auteurs inzicht in het wereldwijde slavernijverleden van de stad Amsterdam. En de betekenis daarvan voor de stad van nu. De kernconclusie die wij als redactie trekken uit hun werk, heeft u inmiddels al meermaals gehoord. Maar ik zal hem toch nog eens volledig herhalen. Het bestuur van Amsterdam was direct, wereldwijd, grootschalig, veelzijdig en langdurig betrokken bij slavenhandel en slavernij. En dat verleden werkt door in het Amsterdam van vandaag. Deze conclusie trekken we op basis van een schat aan voorbeelden, en dat de conclusie eigenlijk onontkoombaar is, blijkt ook wel uit de wijze waarop alle journalisten die tot nu toe over het boek hebben geschreven hem vrijwel woordelijk overnemen. Het boek bereikt een groot publiek. Gisteren al, slechts twee dagen na de publicatie, heeft onze uitgeverij het spectrum opdracht gegeven voor de tweede druk. Namens de redactie en namens het uh, IESG, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, wil ik mijn diepe dankbaarheid uitspreken aan de organisatoren van de Black Achievement Month, in het bijzonder Yvette Forster en John Leerdam, voor hun bereidheid om op te treden als host voor dit symposium. Meerdere hoofdstukken in het boek laten zien dat het feit dat er vandaag de dag zoveel aandacht is voor het slavernijverleden, niet losgezien kan worden van de grote inzet van velen in de Afro-Caribische gemeenschap, vaak zonder de erkenning die daarbij hoorde. Ik kan me dan ook geen passender moment voorstellen uh, dan, uh, uh, dan, uh, dit, uh, uh, dan deze Black Achievement Month voor het presenteren van de resultaten van ons onderzoek. We bedanken ook de medewerkers van de gemeente Amsterdam en van de Beurs van Berlagen. Voor de praktische verwezenlijking van dit evenement. Zeker gezien de moeilijke corona-omstandigheden, die ons dagelijks dwongen tot nieuwe aanpassingen voor de gezondheid en veiligheid van ons allemaal. Van onze kant waren het mijn mederedacteur Nancy Yao en onze geweldige communicatieadviseur Chantal Chin die ons hier doorheen sleepten, en ook hen wil ik daarom expliciet bedanken. Voor ons als redactie is het symposium vandaag misschien nog wel belangrijker dan de officiële presentatie afgelopen dinsdag. Het slavernijverleden is, zoals wij in het boek betogen, een verleden van alle Amsterdammers. We willen dan ook dat dit boek een boek voor alle Amsterdammers is. En voor iedereen buiten Amsterdam die interesse heeft voor en zich betrokken voelt bij de stad. Vandaag is de kans om met elkaar en met jullie in gesprek te gaan over de conclusies. Dat doen we noodgedwongen op een andere, minder directe manier dan we hadden gehoopt. Daarom wil ik benadrukken: ook na vandaag zijn we niet zomaar verdwenen. Zodra dat veilig en verantwoord kan, hopen we dat er nog vele gelegenheden komen om ook direct en persoonlijk met jullie in gesprek te gaan over het boek. En dat geldt ongetwijfeld ook voor de individuele auteurs. Voor ik zo het woord geef aan mijn mederedacteur Nancy Jouwen. Wil ik nog drie punten kort benoemen: de aard van de opdracht, het belang van beeld en onze uitgangspunten bij het selecteren van auteurs. De onderzoeksopdracht is, zoals jullie weten, gegeven aan het IISG naar aanleiding van een resolutie in de Amsterdamse Raad. Doel was het creëren van een kennisfundament voor de besluitvorming binnen het Amsterdamse stadsbestuur over mogelijke excuses voor de rol van haar voorgangers in de slavenhandel en slavernij. De concrete onderzoeksopdracht die wij samen hebben vastgesteld was om een terreinverkenning te maken van de bestaande wetenschappelijke kennis over dat verleden. Om op basis daarvan de vraag te beantwoorden hoe het Amsterdamse stadsbestuur zelf betrokken was bij de slavenhandel en slavernij in het Atlantisch gebied en Azië. En hoe deze rol zich heeft vertaald in de doorwerking van en omgang met het Amsterdamse slavernijverleden. Wij konden voortborduren eh, voor op een grote hoeveelheid bestaand onderzoek. Maar de nadruk op de directe organisatorische rol van het stadbestuur zelf, op het wereldwijde karakter van de Amsterdamse betrokkenheid bij de slavernij, waar slavernij in A Azië dus nadrukkelijk bij hoort, en op de relatie tussen slavernij en hedendaags racisme en ongelijkheid, is wel degelijk anders dan wat er al bestond. Ook voor kennis van, kenners van het slavernijverleden biedt dit boek daarmee. Vele nieuwe inzichten. Beeld is belangrijk. De representatie van de slaafgemaakte tijdens en na de slavernij volgde de patronen van ontmenselijking, denigreren en raciaal stereotyperen, die ook de slavernij zelf eigen was. Onze beeldredacteur Merwet Tooshoen heeft in haar selectie deze standaardverbeelding actief doorbroken en ter discussie gesteld. Daarbij bedanken we als redactie, redactie in het bijzonder Brian Elstak, die speciaal voor dit boek zijn eigen kunstzinnige reflectie op het slavernijverleden in Oost- en West creëerde. Dat beeld gaf voor ons als redactie aanleiding tot verdiepende discussie en bracht ons ertoe een speciaal katern toe te voegen, eh, waarin drie experts reflecteren op de betekenis van beeld en verbeelding voor onze omgang met dit verleden. Criterium voor de selectie van auteurs was een bewezen staat van dienst in het onderzoek naar voor Amsterdam relevante aspecten van het slavernijverleden. Toch geeft onze lijst auteurs een ander beeld van het veld dan de gemiddelde lezer gewend is van boeken over het Nederlandse slavernijverleden. De experts die onze hoofdstukken schreven werken aan universiteiten in Nederland maar ook de Verenigde Staten, Indonesië, Curaçao en Zuid-Afrika. Witte professoren dragen bij aan de ontwikkeling van onze kennis. Zwarte professoren doen dat ook. Maar het is een pijnlijk gegeven dat hun expertise in het publieke debat maar al te vaak anders wordt gewogen. En dat hun stemmen lang genegeerd bleven. Belangrijk en vernieuwend onderzoek wordt gedaan binnen de academie maar ook bij archieven en erfgoedinstellingen. Zelfs met ruim veertig auteurs hebben we helaas nog altijd niet iedereen een plaats kunnen geven die een rol speelt in dit onderzoek. Maar we hebben wel een blik kunnen en willen bieden op het onderzoeksveld in de volle breedte. Voordat wij over al deze thema's verder praten met een aantal van onze auteurs zelf, geef ik eerst het woord aan mijn mede-redacteur Nancy Jouwe, die onze conclusies en aanbevelingen verder zal toelichten. Ik zie uit naar een vruchtbare middag van kennisuitwisseling en debat. Oké, okay. um, ja, Goedemiddag. Ook een uh, warm welkom aan iedereen, Jullie hier in de zaal, maar ook zeker iedereen online namens mij. Um, u ziet een loop lopen van alle beelden in, in ons boek. Uh, dus we hebben onze mini uh, digitale expositie nu even lopen. Goed, graag uh, wil ik met u de conclusies delen van ons werk. En uh, nou, u heeft het al een paar keer gehoord, ik ga hem ook weer herhalen. De kernboodschap van het boek: Het bestuur van Amsterdam was direct wereldwijd, grootschalig, veelzijdig. En langdurig betrokken bij slavenhandel en slavernij. En dat verleden werkt door in het Amsterdam van vandaag. En uh, toen eerder deze week uh, wethouder uh, Groot-Wassink uh, het boek, uh, het eerste exemplaar, uh, in ontvangst nam, uh, toen was hij zo eerlijk om te zeggen, toen ik uh, voor het eerst deze conclusie hoorde, toen sloeg me dat uh, in het gezicht. En dat is wel een opmerking die me is bijgebleven. Um, en ik kan me ook voorstellen wat, uh, wat de wethouder bedoelt. Voor ons was dat uh, toch ook wel iets om um, ja, diep over na te denken: van hoe komen we tot, uh, voor, tot deze conclusie? Ik zal deze conclusie uh, toelichten in zes stappen. Als eerste het woord direct, Amsterdamse bestuurders gaven zelf actief vorm aan de slavernij. Amsterdam was mede-eigenaar van de grootste plantagekolonie in het Atlantisch gebied, Suriname. En ruim de helft van Amsterdamse burgemeesters vervulde ook echt bestuursfuncties in de West-Indische Compagnie en de Verenigde Oost-Indische Compagnie. En vele burgemeesters investeerden persoonlijk of via hun familienetwerken in de slavernij. Vele burgemeesters. En die, sorry, en die handel ging gepaard ook met uh, geweld. Zoals uh, bijvoorbeeld Wim Klooster concludeert in zijn bijdrage in het boek: Amsterdamse bewindhebbers schiepen voorwaarden voor het gebruik van geweld op slavenschepen. en na ontscheping van Afrikanen in de Nederlandse koloniën. Als tweede wereldwijd. Het Amsterdamse slavernijverleden gaat niet alleen over het Atlantisch gebied. De 41 bijdragen in dit boek bieden concrete voorbeelden van Amsterdamse betrokkenheid. Van de Indonesische archipel tot India en Zuid-Afrika. We gaan het ook zo meteen horen in de panels. Van West-Afrika tot het Caribisch gebied en van Brazilië tot Delaware. En onlangs stelde een uh, Molukse radiopresentatrice. naar aanleiding van ons boek de vraag. ...ja, wat hebben Molukkers hier eigenlijk mee te maken? Dan is het goed om te weten dat in het jaar 1680... ...52% van de bevolking van Ambonstad tot slaaf gemaakt was... ...en dat de eerste plantage waar slaven te werk werden gesteld door Nederlanders... ...op de Bande-eilanden te vinden was, al in 1621. Deze wereldwijde betrokkenheid gaat ook over Amsterdam zelf. Al vroeg in de 17e eeuw was er in Amsterdam een kleine gemeenschap van voormalige slaafgemaakten en, sla en, en slaafgemaakten uit verschillende continenten. Azië, Afrika en Amerika's. En die leefden hier en werden ook in Amsterdam begraven. Zoals op de Portugese begraafplaats Betheim, waar een aparte plek aangewezen werd als begraafplaats voor onder andere escravos of slaven. En uh, 403 jaar geleden, dus in 1617, werd een slavin van Abraham Abov begraven hier. En zij werd in de archieven daadwerkelijk aangeduid met de term slaaf. Zoals Mark Ponte ook uitlegt in zijn bijdrage. En wij horen meer van Mark zometeen in het eerste panel. Dan als derde grootschalig. Rond de 135.000 slaafgemaakten werden over de Atlantische Oceaan vervoerd op in Amsterdam uitgereden schepen. En vele tienduizenden slaafgemaakten in Azië werden verhandeld door Amsterdamse kooplieden en VOC-dienaren. op Amsterdamse schepen en in opdracht van de Amsterdamse Kamer van de VOC. Als vierde veelzijdig. De Amsterdamse bestuurlijke betrokkenheid bij de slavernij was economisch, politiek, militair, sociaal, cultureel en ook mentaal van aard. Ze beperkt zich dus niet tot geld verdienen aan slavernij, een onderwerp waartoe de moderne omgang met het slavernij zich vaak toe vernauwt. Leden van de Amsterdamse machtselite gaven vorm aan koloniaal recht legitimeerde slavernij met gebruik van racistische stereotypen over de slaafgemaakte en speelde een actieve rol in de onderdrukking van verzet en opstanden op schepen, in huishoudens en op plantages. Als vijfde, langdurig. In Amsterdam gevestigde kooplieden waren betrokken bij de allereerste vanuit Nederland bedreven slavenhandel aan het einde van al de 16e eeuw. Prominente Amsterdammers bleven betrokken bij de slavernij tot 1873, het einde van de periode van staatstoezicht, waarbij in Suriname voormalige slaafgemaakten werden gedwongen te blijven werken op de plantages. We hebben het hier dus over een tijdsbestek van minstens 250 jaar. En bij dit punt hoort ook aandacht voor verzet. Er is door tot slaafgemaakte in deze langdurige periode regelmatig verzet gepleegd. Diverse voorbeelden worden belicht in het boek, zoals de opstand van tot slaafgemaakte in 1707 op een plantage in Berbies. Eigenaar, stadssecretaris Jonas Witsen. En neef van uh, een burgemeester, Nicolaas Witsen. En zijn verhaal is opgetekend door Frank Drachtenstein. Als zesde. De doorwerking. De betekenis van het slavernijverleden hield niet op na de wettelijke afschaffing van de slavernij in Nederlands-Indië op 1 januari 1860 en in de Caribische kolonië op 1 juli 1863. Slavernij creëerde patronen van systematische ongelijkheid, uitsluiting in racist en racistisch denken, die tot op de dag van vandaag zichtbaar zijn. We zullen daar vandaag um, in het eerste panel en ook in het derde panel vast meer uh, over horen. In ieder geval weten we inmiddels dat de sporen van het slavernijverleden zichtbaar zijn in de moderne stad. En de Black Heritage Tour in Amsterdam bijvoorbeeld, die beschreven wordt in het boek, laat ons die tastbare sporen ook duidelijk zien, waarbij de stad gelezen wordt als een archief. Nou, tot zover de conclusie in zes stappen. En onze opdracht was te documenteren in hoeverre Amsterdamse bestuurders in het verleden verantwoordelijkheid droegen voor de betrokkenheid van de stad bij de slavernij. In en in het uh, boek waar het vandaag het symposium uh, over gaat, beantwoorden wij deze vraag. Met de hulp van uh, veel experts, zoals Pepijn ook al zei. Um, de keuze of er op... Van of er op basis van deze bevindingen ook excuses gemaakt moeten worden, en zo ja, hoe, ligt in eerste instantie niet bij ons als onderzoekers, maar ligt bij de burgemeester en wethouder van Amsterdam. Maar natuurlijk hebben wij als onderzoekers wel een aantal aanbevelingen die voortvloeien uit ons onderzoek. En ik noem er drie tot slot. Ten eerste, het slavernijverleden moet geïntegreerd worden in het verhaal dat Amsterdam. En de wereld vertelt over haar eigen geschiedenis. Zichzelf en de wereld, pardon. Dat Amsterdam zichzelf en de wereld vertelt over haar eigen geschiedenis. De rol van het stadsbestuur hoort daarbij. Maar ook de geschiedenis van het verzet en de cultuur van de tot slaaf gemaakte. De geschiedenis van de tegenstanders van de slavernij binnen Amsterdam. En de geschiedenis van Amsterdammers die opkomen voor een serieuze omgang met dat verleden. Via onderwijs, musea, kunstuitingen en andere vormen van kennisdeling kan dit verhaal en dit verleden onderdeel gemaakt worden van het zelfbeeld van de stad en het beeld dat Amsterdam van zichzelf uitdraagt. Ten tweede: er is nog veel meer onderzoek nodig. Dat er grootschalige Amsterdamse betrokkenheid was bij de slavernij is duidelijk, maar hoe Amsterdam die betrokkenheid precies organiseerde en wat de verhouding was tot andere steden zoals Rotterdam bijvoorbeeld, waar nu uh, ook onderzoek is afgerond en eind deze maand drie boeken uh, worden gepubliceerd naar het slavernijverleden of de landelijke politiek moet nog veel beter onderzocht worden. Alex van Stipriaan uh, is een van die auteurs en ook hij is uh, zo meteen in een van de panels te vinden. Ook voor een beter begrip van de mechanismes waar langs het slavernijverleden doorwerkt in hedendaags racisme en ongelijkheid is systematisch vervolgonderzoek nodig. Tot slot.